was een mens. Hij was een jonge man. Een van de vier zonen van de schoenenmaker. En hij misdroeg zich altijd, omdat hij vond dat zijn ouders niet genoeg van hem hielden. En op een dag, plots, was de jongste zoon verdwenen. En Peter kwam thuis met zijn handen vol met bloed. De dag daarna was er een dorpsbewoner die beweerde dat hij Peter had gezien. Een menselijk monster dat leek op Peter, maar dat klauwen had in plaats van handen. En zo kwam het dat Peter Wolf werd. En dat de nacht een symbool werd van angst en bloed. Elk sprookjesfiguur dat na de schemering door het bos wandelt, zal sterven. En dat door u, Roodkapje. Door u! Zodra het ochtend is, zijn we weg. Waar gaan we naartoe? Ziet dit er scherp uit, Grietje. Kapje! Hans! Laat mij los!